Vandaag Salo Polak over Philanthropy Connections. Dat is een goede doelenorganisatie die goede werken verricht in Birma, Cambodja en Thailand. Welkom Salo. Polak, is dat eigenlijk een Deventer naam? Niet echt een Deventerse naam, maar mijn familie. Ik kom van oorsprong uit Deventer en mijn familie had een zaak in huishoudelijk en technische apparatuur in de Eendrachtstraat in Deventer. Dus hier ben ik geboren en tot mijn 13e heb ik hier gewoond. En nu woon je in Thailand? Ja. Hoe komt een Deventenaar in Thailand terecht? Ja, eigenlijk ben ik mijn oude idealen in 2006 achterna gegaan. En dat was altijd mijn belangstelling er altijd bij derde wereldonderwerpen. Het onrecht dat aangedaan werd ten opzichte van mensen die aan de onderkant van de maatschappij leefden. Ik heb veel gereisd, veel ellende gezien en daar wilde ik altijd wat aan doen. Oké, en uiteindelijk heb je je eigen organisatie opgericht, Philanthropy Connections. Ja. En wat onderscheidt jullie organisatie van andere organisaties? Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende soorten organisaties. Waar ik zelf heel blij mee ben, is het feit dat de organisatie zoals ik hem heb opgebouwd heel erg dicht betrokken is bij de projecten die wij ondersteunen. We hebben geen eigen projecten. We hebben als organisatie geen expertise op het gebied van volksgezondheid, educatie, armoedebestrijding en dergelijke. Maar er zijn een heleboel organisaties, kleine organisaties, lokale organisaties in de landen waar we werken, die uitstekend werk doen. En zij spreken de taal, zij kennen de gemeenschappen heel erg goed en zij hebben die expertise wel. En dat soort organisaties die uitstekend werk verrichten, alleen niet weten hoe zij hulp van buitenaf moeten krijgen, dat soort organisaties helpen wij. Dus jullie ondersteunen lokale initiatieven van lokale mensen? Ja. In Birma, in Thailand en in Cambodja? Dat klopt, ja. En mag ik vragen waarom jullie dan ook voor Thailand kiezen? Want dat is toch een Aziatische tijger, al heel goed in ontwikkeling. Ja. Het beeld dat mensen van Thailand hebben, zeker als ze daar een keertje op vakantie gaan, is dat het een hartstikke welvarend land is waar alles klopt. Nou, dat is maar heel ten dele waar, want er zijn grote groepen mensen die daar wonen. Dan denk ik aan bergstammen en ook Burmeese vluchtelingen en Burmeese migranten bijvoorbeeld, die echt aan de onderkant van de maatschappij leven en die het nauwelijks mogelijk is om aan de armoede te ontsnappen. En dat zijn mensen die de toeristen niet te zien krijgen en die wel degelijk enorme grote problemen hebben. Nou, voor dat soort groepen zetten wij ons in. En concreet, dat zijn vooral groepen die in Noord-Thailand leven, denk ik. Hè? Hoe ziet die hulp er concreet uit? Ja, dat is heel erg verschillend, omdat de projecten die we ondersteunen allemaal anders zijn. We hebben een project waarbij we kinderen met Down-syndroom ondersteunen. Dat zijn kinderen die bijvoorbeeld uit straatarme gezinnen komen. En die ondersteunen we. Die zitten in een klein tehuis waar experts zitten die heel goed in staat zijn om die kinderen op een juiste manier te ondersteunen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een project waarbij kinderen die uit gezinnen komen uit de bergvolken, die te maken hebben gekregen met drugs of met seksueel misbruik, die worden opgevangen in een tehuis waar ze alle zorg krijgen en liefde en een warm huis die ze nodig hebben. Dat is een voorbeeld van een project waar wij in eerste instantie heel goed onderzoek naar hebben gedaan. Van klopt het wat zij doen? Wat hebben zij nodig? En vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een sponsor die hen wilde ondersteunen. Zij waren namelijk hun sponsor, een Nederlandse sponsor, kwijtgeraakt door de crisis. Ja, want dat vraag ik me af. Hoe komen jullie aan je projecten? Hoe kom je in contact met die mensen? Ja, ik woon inmiddels bijna 8 jaar in Thailand. Heb een behoorlijk netwerk opgebouwd van mensen die allemaal een beetje met dezelfde dingen bezig zijn. En wij vangen veel op. Eigenlijk willen we nog veel meer doen. We willen zelf op uit om nog veel meer kleine lokale initiatieven op te zoeken. Maar in feite is het netwerk dat wij in Thailand hebben zo uitgebreid dat we makkelijk in staat zijn om projecten te vinden die weliswaar fantastisch werk doen, maar die in nood zitten, omdat niemand anders ze vindt. En moet zo'n project, dus er zijn heel veel lokale initiatieven, dat is heel hartstikke mooi. Ja. En vervolgens hebben ze geen middelen. Mm-hmm. Moeten zij ook aan criteria voldoen voordat jullie ze opnemen in jullie organisatie? Ja, absoluut. Wij vinden het heel erg belangrijk dat het werk dat ze doen
dat de hulp die ze bieden ook echt noodzakelijk is. Het gaat om projecten waarbij kwetsbare kinderen, kwetsbare volwassenen, kwetsbare gemeenschappen echt in de problemen zitten. En waarbij de organisaties die hen helpen weten wat ze doen, dat ze efficiënt werken en dat het geld dat zij eventueel van ons gaan krijgen ook echt goed besteed gaat worden, zodat deze mensen ook echt geholpen gaan worden. Nou, wat dat betreft doen we een onderzoek voordat wij hen gaan ondersteunen en we blijven ze ook volgen. Zo'n tehuis waar ik het net over had, met die kinderen die seksueel misbruikt zijn of waar de ouders met drugs te maken hebben gekregen, die blijven we gewoon continu monitoren. Dus we bezoeken ze, kijken of het goed gaat. We vragen de administratie op. En we zorgen ervoor dat wat we doen ook echt goed terecht komt. Kun jij een voorbeeld noemen wat je echt heel erg geraakt heeft? Echt een succesmoment voor jullie organisatie? Dat je denkt, ja, hier doe ik het ook echt voor. Ja, nou eigenlijk elk project dat we doen, daar doe ik het voor. Wat ik zo net noemde, dat project waarbij 40 kinderen uit bijzonder kwetsbare gezinnen ondersteund worden, die geen ondersteuning meer hadden. De sponsoring viel weg en er zijn al een paar kinderen die hebben ze moeten laten gaan omdat er geen geld voor was. Nou, op het moment dat wij in staat waren om een sponsor aan dat project te verbinden, ja, dat is geweldig. Dan weet je gewoon dat die kinderen niet terug hoeven naar een situatie waarin ze geen enkel perspectief op de toekomst hadden. Dus dan weet je, die kinderen die zijn gered, daar wordt wat voor gedaan en daar hoef ik me verder op dit moment geen zorgen om te maken. Nou, voor dat soort momenten, daar doe ik het voor. Stel nou dat ik dat zou willen sponsoren. We hebben een website, daar staat heel veel informatie op. We hebben zo'n kleine, dikke 30 projecten ondersteund. En daar staat veel meer op over hoe we werken, wat voor criteria we hanteren en hoe men ons kan helpen. En de hulp die wij als organisatie nodig hebben, is in feite steun voor de organisatie zelf. We krijgen vrijwel wekelijks nieuwe projecten op ons af die ondersteuning nodig hebben. Nou, voordat wij daarmee aan de slag kunnen, we willen ze onderzoeken, kijken wat ze doen, of ze het goed doen. Daar is ontzettend veel tijd voor nodig en ook mankracht. Ja. Die hebben we op het moment. Dus je zoekt uitbreiding voor jullie team? Ja, uitbreiding voor het team. Ja. En daarmee dus geld om dat team ook te kunnen betalen. Ja. Dus de sponsoring voor de grotere projecten, zo'n project, daar zijn we niet zo bang voor dat we die vinden. Ik moet daar voorzichtig mee zijn. Dat is ons tot nu toe hebben we geluk gehad. Ik las ook Catharine Keil bijvoorbeeld. Ja. En andere bekende Nederlanders, die Harm Edens, zag ik op de website. Ja. Die ondersteunen jouw organisatie. Hè? Ja, dit zijn mensen. Ik heb 6 bekende Nederlanders op de website staan. Die via quotes aangeven waarom ze ons ondersteunen. Dat zijn mensen met wie ik in het verleden gewerkt heb. Ik ben opnameleider geweest bij de publieke omroepen en ook de commerciële omroepen. En dit zijn mensen die mij goed kennen, die weten hoe ik werk. En die hebben een mooi verhaal over mijn organisatie en mezelf op de website gezet. Dus die hebben er vertrouwen in. En met dat vertrouwen hoop ik ook het vertrouwen te winnen van veel meer mensen. Omdat we ontzettend veel meer nog kunnen en willen doen. Maar dat kan alleen als we ons team kunnen uitbreiden. Oké, bedankt voor je komst. Heel graag gedaan, dank je. Veel succes. Ja.